Staf, het was verraar spannend vandaag. Ja, bangelijke wedstrijd. Hè. Ik moet zeggen dat we de laatste weken niet zo gemakkelijk hebben. Hè. Wat geschorsten, wat gekwetsten. Vandaag zonder Achabar en onze captain Azizitu. Maar ik denk dat de jongens hun best hebben gedaan. We weten dat we een beperkte kern hebben. Veel jonge gasten. En die hebben ons erdoor getrokken. Hè. Bij de rust was het moeizaam. Maar na de rust werken. Totdat dan die beslissing valt. En we winnen vandaag 4-3 en dat is voor ons het allerbelangrijkste. Ja, de interactie met het publiek is prachtig. Hè? Ja, iedereen springt recht. Er is ook een mix. De spelers en het publiek, dat gaat goed samen. Ja, we werken goed samen. Ik moet zeggen, we werken hard. En dat is belangrijk. En ik moet zeggen, vanaf januari is het wat moeizamer. Maar ik denk dat elke ploeg dat wel meemaakt. Zowel op het veld als in de zaal. En wij hebben er nu ook van. En hopelijk na een goede rust deze week en goed trainen, dat we vrijdag staan waar we moeten staan. Toch wel een vrij belangrijke wedstrijd. Langs de andere kant, wanneer wordt het gespeeld? Eind april, begin mei. Dan zijn de play-offs. 6 wedstrijden op scherp van de snee. Maar als we op deze manier blijven voortdoen, dan is ons seizoen al gelukt. We zijn nog altijd ongeslagen. Vandaag was het kantje boord. Maar nogmaals, een ploeg die goed speelt en hard werkt, die heeft een beetje geluk. En dat hebben we vandaag wel gehad. Ja, volgende week naar Allegooi, maar dat zal niet met heel veel supporters zijn. Nee, spijtig genoeg. Maar ja, ik weet niet wat Brussel of Allegooi tegen ons heeft. Maar wij gaan naar daar en we gaan proberen zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Nu, wat ik hoor, 300, 400, 500 mensen willen meegaan. En dan mogen er spijtig genoeg maar 50 binnen. Nu, wij zullen met die 50 dan zoveel onze spelers aanmoedigen dan dat er 500 zitten. We gaan ons best doen. We gaan ons veld er duur verkopen. Maar de titel wordt vrijdag niet beslist. Wij moeten vrijdag een goede wedstrijd spelen. We moeten laten zien dat we er staan. En dat Antwerpen, dat ze met Antwerpen moeten rekening houden tot de laatste dag. Dat is eigenlijk een beetje de betrachting. Langs de andere kant blijf ik zeggen dat wij tot op heden een schitterend seizoen spelen. En dat mag gezegd worden. Die eigen jeugd, die eigen kweek. Wij kopen niks. Wij werken hard met onze eigen jeugd. En dat laten we zien vrijdags. En daarom ook spelen wij altijd voor een vol huis. Vandaag toch weer 700-800 mensen die naar onze jongens komen zien. Dat doet ons plezier. Zowel voor de spelers als voor ons bestuur en sympathisanten, sponsors. Daar doen we het voor. Ik denk dat volgende week ook bij de spelers dat tandje extra wel kan. Vooral dan tegen die ex-ploeggenoten. Ja, ik denk dat wij vrijdag op scherp van de snee gaan spelen. Dat gaat een zeer goede wedstrijd zijn. Wat er ook gebeurt, wij gaan ons veld duur verkopen. En in voetbal kan alles. En als wij spelen zoals we de vorige wedstrijden tegen Allegooi hebben gespeeld, ja, dan zijn we niet te kloppen. Dan zullen zij ons moeten proberen te kloppen. En dan wil ik de wedstrijd nog wel eens zien. Maar wat er ook gebeurt, het seizoen kan niet stuk. We staan 2 punten voor. Ja, zij moeten winnen tegen ons om de koppositie over te nemen. Wij hebben genoeg middenpunt, maar wij gaan voor de 3. Sport leeft in Antwerpen. Hè? Zondag is het de finale van de Beker van België. Topvolley Antwerpen speelt daar de finale. De mensen van de Giants gaan kijken, mensen van de Antwerpen voetbalploeg gaan kijken. Ook mensen van jullie gaan kijken. Ja, dat is een samenwerking van 3, 4 topclubs die allemaal van boven staan. Dat is prachtig voor Antwerpen. Ja, laat ons eerlijk zeggen, de basket, de Giants doen het fantastisch. De volleybal doet het zeer goed, ook buiten verwachting. FTA doet het goed, buiten verwachting. Dus de Antwerpse clubs, laat ons eerlijk zijn, ze doen het goed. Dus chapeau zou ik zeggen voor alle mensen die ermee bezig zijn. En wij moeten er inderdaad staan op de juiste momenten. En ik hoop dat dat voor de Giants nog de volgende weken zo is. Volley, ik hoop dat zij zondag de wedstrijd winnen. Het zou mooi zijn voor heel Antwerpen. En dan is het aan ons om vrijdag ook in Allegooi iets weg te halen. Pronostiek? Ik denk dat we vrijdag 3-3 gaan gelijkspelen op Allegooi.